Dus de tv maar aanzet of je komt er een of andere reclame tegen die beweert dat je in no time al je overtollig vet kan verliezen. Natuurlijk kunnen gamemakers daar niet achterblijven. Hier is de review van iToy Kinetic. Er komt een nieuwe game uit voor de iToy, namelijk iToy Kinetic. Maar de vraag is het wel een game? Nou Michiel, om meteen met de deur in huis te vallen. Is iToy Kinetic een game of niet? Nee, een spel is het niet. Het is meer gewoon een workout, een opvolger van een workout video. Je bent continu bezig, maar niet in de vorm van een spel. Dus als jij op zoek bent naar een nieuwe iToy game, dan is dit niet? Zeker niet. Je game? Nee. Maar wat moet je nou precies wel doen? Ja, het is gewoon voor de mensen die willen afvallen of die hun conditie willen verbeteren. Daarvoor is dit spel dan bedoeld. Je kunt gewoon losse oefeningen doen, maar je kunt ook bijvoorbeeld zeggen, ik wil een heel programma hebben. Dan ga je een profiel aanmaken, dan zeg je wat je gewicht is, dan geef je aan wat je lengte is, of je sportief bent of niet, en nog meer van dat soort vragen. En dan wordt er een programma voor je ontwikkeld. Dat programma duurt dan 12 weken, en met behulp van een instructeur of instructrice, kun je zelf kiezen, ga je dat programma afwerken. En dat is behoorlijk effectief. Ik doe het zelf nog ook, ik volg het een beetje. En het is echt leuk, je voelt je spieren gewoon. Dus het is niet bedoeld voor mensen bijvoorbeeld. Jij en ik die willen vanavond leuk gamen. Echt leuk, uurtje. En we gaan iToy Kinetic erop zetten. Nee. Daarvoor is het niet bedoeld. Als je met die insteek denkt van ik ga iToy Kinetic kopen, dan heb je gewoon de verkeerde game gekocht. Een minpunt wat ik zou zeggen, is dat het hele spel in Engels is. Op de persconferentie bij Sony waar we laatst waren, werd ook duidelijk gezegd dat ze zich ook richten op bijvoorbeeld de huisvrouwen. Ja, die willen afvallen, die hun conditie willen verbeteren. Ja. Nou weet ik gewoon, bijvoorbeeld mijn moeder, die kan geen Engels. Dus die zou deze game moeilijker kunnen oppakken. Alle instructies worden gegeven in het Engels. Dus dat vind ik een heel goed minpunt. Ik vind normaal gesproken moeten ze games niet gaan vertalen in het Nederlands. Maar deze game wel. iToy Kinetic maakt heel leuk gebruik van de USB-camera voor de PlayStation 2. Ik vraag me alleen af of dit ook een groot succes wordt. iToy Kinetic is heel doeltreffend. Het begint een nieuw genre, de interactieve fitness. De opvolger van de traditionele workout-video's. Vergeet alleen niet om de gordijnen dicht te doen, want voor je buren sta je gigantisch voor lul. Ja, dit keer zetten jullie extra in een zonnetje. Waarom? Nou, we hebben gewoon nog een play-on location voor jullie. Dit keer zijn we langs gaan bij Sony, die een aantal vette titels bekend maakte die binnenkort uitkomen. We staan in het Mediapark in Hilversum, waar Sony haar najaarscollectie toont voor de PlayStation 2. Nou, je ziet hem al naast hem staan, dit is Bart. En Bart zal vanaf nu ook voor Play on Location verslaggeving gaan doen. Sony brengt dit najaar ook een interactieve spelshow uit, genaamd Buzz. Nou, kun jij kort uitleggen wat dit voor soort game is? Buzz is een party game, deze speel je met meerdere mensen. Je gaat lekker met z'n vier op de bank zitten. En dan krijg je elke keer vragen over muziek die je moet beantwoorden. Goed antwoord, score je punten. En zo zijn er verschillende game modes waarmee je punten kunt verdienen, punten kunt verliezen. En gezellig met z'n allen. Oké. Wat mij al duidelijk werd direct tijdens de presentatie van deze game, is dat het alleen over muziek ging. Wat is jouw idee daarbij? Ja, dat is natuurlijk jammer. Een heleboel mensen zullen wat met muziek hebben. Maar de meeste gamers die zijn meer fan van films. En ik denk dan ook dat gamers liever filmvragen zien. Leuke filmfragmenten. Dus dat is naar mijn mening een gemiste kans. Ja, dat idee heb ik dus zelf ook. Ik heb persoonlijk weinig met muziek. Ja, en daarom spreekt deze game mij niet echt gigantisch aan. Maar wat me wel aansprak was de controle. Er wordt een speciale controle voor deze game uitgebracht. Wat vind je van deze controle? Ik vind hem zeker interessant. Ik heb hem hier ook. Je hebt vier knoppen. Je krijgt dan een vraag van nou, wat is het antwoord? Kies uit A, B, C of D. Je drukt op de knop en je kan door met de volgende vraag. Ik vind zeker netjes dat die controle standaard bij het spel zit. Vier stuks maar liefst. Zodat je niet vier PlayStation controllers hoeft aan te schaffen om dit spel in multiplayer te kunnen spelen. Bart is hem nou aan het spelen, 24 the game. Ik heb hem zojuist gespeeld en ik vond hem echt cool eruit zien voor de PlayStation 2. De besturing was ik niet helemaal te spreken over, voornamelijk het richten. Het werkte niet helemaal praktisch, je moet met je rechte analoge stick moet je gaan richten en ik vond het niet echt praktisch werken. Wat we voor de rest hebben gehoord is dat de game pas in maart verschijnt. Hij zou eigenlijk dit najaar verschijnen, maar het is verplaatst naar maart.
Dus dat vond ik een beetje jammer, maar de reden hiervoor was dat ze meer dingen in de game wouden stoppen. Ze hadden nog zoveel dingen die ze dan niet in de game hadden, die ze er wel in wouden stoppen. Dus daarom verschijnt hij pas een maand. We staan hier bij Jack X. In Jack X staan de race missies uit Jack 3 centraal. Er is dus geen platformspel meer, het is puur een race game. Natuurlijk wel een arcade racer met de nodige upgrades, raketten, explosieven. Je ziet het ook op de achtergrond. Net als uit voorgaande delen komen dezelfde characters weer terug en die spelen dan de hoofdrol. Dit spel verschijnt nog dit jaar op de PlayStation 2. De vraag is alleen, zijn alleen race missies genoeg om het spel net zo interessant te maken als de voorgaande delen? World Rally Championship Evolved, alweer het nieuwste deel in de Sony Rally serie. Dit jaar hebben we de 2005 licentie, alle bekende racers, alle bekende wagens en alle bekende banen. Je hebt gebeurtenissen uit het echte rallyrijden nu ook in het spel zitten. Dingen als gecrashte wagens waar nog coureurs uitstappen, rotsblokken die de weg versperren. Onverwachte dingen die het spel een nieuwe impuls geven. Zoals het nu lijkt komt dit spel nog dit jaar uit op de PlayStation 2. En het belooft vast weer een prachtige race game te worden. Misschien te weinig vernieuwing, maar dat zien we tegen de tijd van de release wel. We staan hier met Peter Jan Rens. Ja. Peter Jan, we gaan je even wat lastige vragen stellen. 72, hoe groot ben jij? 1,96. Maar je bent hier natuurlijk voor PlayStation. Is de PlayStation 2 ook je favoriete platform? Ja, vind ik favoriet. Maar ik ben meer, maar daar hadden we het nou niet over. Ik ben meer op de PSP, de Portable. Dat vind ik leuker. Nou, ik denk dat is meer een man voor Nintendox, voor de Nintendo DS. Nee, maar nee. Welk level ben je met World of Warcraft? 8. 8. En jij bent natuurlijk met de pijl en boog, neem ik aan? Het ligt wel mijn specialiteit. Maar ik vind pijl en boog een beetje tuttig, maar dat vind jij ook, dat weten we. Maar ja. Ja, maar ja. Het is een gemak. Je gaat sneller door het spel heen. Oké. Laatste vraag. Ik weet, je wil niet meer, maar nog één laatste vraag. Wat is je lievelingsprogramma? Game Kings of Play? Zei ik net Game Kings? Ja. Oh, een fout zeg. Ja. Kan je dat even erasen? Dat knippen we eruit. Play. Nogmaals? Play. Dankjewel. Die achter mij ziet het spelen, de nieuwe RPG van Sony, genaamd Xenosaga 2. Het speelt erg lekker en het ziet er goed uit. Vooral het zijn fictie sfeertjes, erg cool. Ik kan je voor de rest nog niet echt veel over het verhaal vertellen, want daar weet ik voor de rest ook nog niet zoveel van. We wachten gewoon op de volledige versie en dan gaan we hem voor jullie reviewen. Pas bad eigenlijk. Wat? Zijn meneer Cactus aan het interviewen? Dag meneer Cactus. Je hebt een interview met meneer Cactus? Dat is net voorbij. Dat meen je niet. Mis ik dat ook alweer? Ah, het zit één keertje tegen. Heb je vandaag wel vermaakt? Ik heb me zeer vermaakt. De show van meneer Cactus was erg leuk. Maar ook 24 The Game. Ik heb hem eindelijk kunnen spelen. Hij was eindelijk speelbaar. En hij was echt super. Alleen baal ik er wel van dat hij niet dit najaar uitkomt. Maar pas in maart. Dat vind ik een heel groot nadeel. Maar voor de rest was het een hele leuke dag, vond ik. Nou, ik heb hem ook prima vermaakt. Gaan we nu weer terug naar de studio. De film die verder gaat waar Final Fantasy 7 stapte. Ik weet zeker dat de fans hiervan zullen smullen. Hier is Final Fantasy Advent Children. 2 jaar na de gebeurtenissen van de game Final Fantasy 7 wordt Cloud Strife weer geconfronteerd met een nieuw gevaar, genaamd Geostigma. Een tijd geleden is er al een keer een Final Fantasy film uitgekomen, die heeft het niet goed gedaan. Is deze film er meer te vergelijken? Nee, totaal niet, want er speelt het in waar je net over gaat. Het is gewoon te kijken voor iedereen. Je hoeft hier geen spel te hebben gespeeld, het is gewoon een losstaand verhaal. Een standalone. Ja, en Advent Children, dat is echt een vervolg. Als je de game niet hebt gespeeld, dan snap je er gewoon helemaal niks van. De karakters worden helemaal niet meer uitgelegd, die zijn er gewoon ineens. Mm-hmm. Er zijn zelfs karakters die helemaal niet bij de naam benoemd worden. Dus als je ze niet kent, dan denk je echt van, nou, wie zijn dat allemaal? Mm-hmm. Dus je moet het spel echt wel gespeeld hebben. Maar de animatie is zeker beter dan de eerste film. Dan speel ze het in. Ja, speel ze het in. Zag er heel goed uit hoor. Maar deze animaties zijn inderdaad wel weer iets beter. Oké, graag. Een paar jaar verder dus. Ja, dan is het logisch dat de animatie ook weer een hoog niveau hebben. Dus. Ja, misschien maar, dat is toch goed. Maar wat je zegt, na één keer daarop terugkomen, je zit met de struik over de karakters. Ja. Je hebt helemaal gelijk dat de karakters te weinig in beeld waren. Je ziet het hele team, komt één keer bij elkaar in de hele film. En dat is hooguit 5 minuten in de hele film. En dat vond ik echt heel jammer. Ik had echt verwacht dat het hele team bij elkaar kwam en dat je dan echt... De avontuur zou beginnen. Ja. Maar dat was dus niet het geval. Maar dat de karakters niet uit worden gelegd, vind ik logisch. Ze hebben die tijd niet om die karakters allemaal uit te leggen. Want ze hebben allemaal in het spel van Final Fantasy 7 worden die karakters allemaal heel uitvoerig uitgelegd. Ja, en hier is dat gewoon niet mogelijk. En je moet er rekening mee houden dat dit spel, of dat is een film, gemaakt is voor de fans van Final Fantasy 7.
Dus dat die mensen al weten wie de karakters zijn. En de muziek? Ja, ik vond muziek zeker leuk. Ik heb al een discussie eerder met Pascal over gehad voor het, dat het niet op Final Fantasy muziek lijkt. Maar ze doen de oude muziek doen ze er zeker in. En ze baseren de nieuwe muziek echt op ja, muziek in de game voor vroeg. Nou, ik vond het ook, de muziek in de film vond ik echt heel cool. Ja. Ik vond het echt hele mooie muziek. En dat gaf steeds echt dat Final Fantasy 7 gevoel terug. Als ze voor het eerst in dat kerkje van Iris komen, dan begint dat nummer. Ja. En direct zat ik helemaal in de Final Fantasy 7. Precies. Ik vond het echt geweldig. Maar wat ik zelf heel mooi vond, was toch dat Sephiroth even terugkeerde. Dat is toch mijn favoriete karakter in de Final Fantasy spel. Gewoon de beste bad guy ooit, vond ik. Ja. Dat hij even terugkeerde, vond ik echt geweldig. Maar daarom had ik liever gehad dat de hele film over hem weer zou gaan, hem als bad guy. Maar hij keert echt terug op een manier dat je denkt van ja, dat is echt gedaan. Omdat ze dachten van, oh ja, we moeten Sephiroth ook nog even kwijt. We stoppen hem er zo wel in. Dat was heel jammer, want voornamelijk op de grote posters staan Cloud en Sephiroth met z'n tweeën. Dus je verwacht echt heel wat, het grote de grote confrontatie weer tussen hun tweeën. Dat heel veel tussen hun gaat. Ja. En het is maar een klein gedeelte van de film dat dat echt gebeurt. Dat is echt een nietszeggende scène. Het is wel heel cool, maar het draagt eigenlijk niks bij het verhaal. Final Fantasy 7 heb ik al eens van 7 keer uitgespeeld en ik vind het nog steeds een van de beste games ooit gemaakt. Vandaar dat ik ook razend enthousiast was toen ik hoorde dat Final Fantasy 7 Advent Children uit zou komen. Nu heb ik de film gezien en ik ben toch wel wat teleurgesteld. De film heeft mij niet kunnen brengen wat ik ervan had gehoord. Advent Children is van begin tot eind Final Fantasy 7. Het is jammer dat het alleen maar Midgar afspeelt, maar het is wel cool om alle karakters weer te zien. Elke fan moet deze wel hebben gezien. Ook al is het verhaal flink te dun, de animaties, de muziek en stemmen maken dit ruimschoots goed en passen perfect in de stijl van het spel. Wat dat betreft mag deze film oprecht de titel Final Fantasy dragen. Ja, daar is hij weer hoor. De prijsvraag en een mooie prijs dat we hebben. Dat wil je niet weten. We geven namelijk dit keer de film Constantine weg met in hoofdrol Keanu Reeves. Hij wil deze film natuurlijk heel graag winnen. Maar dat gaat niet zomaar, daar moet je wat voor doen. Je moet namelijk antwoord geven op de volgende vraag. Noem de namen van de 4 acteurs die ooit de rol van Batman speelden in de reeks Batman films. Denk jij de namen van deze acteurs te weten? Heel simpel, mail ons dan even naar prijsvraag@play-tv.nl. De winnaar zal dan bekend worden gemaakt op onze website. Zo. Daar zitten we weer op voor deze keer. Maar zoals ik in het begin al zei, zijn we over 2 weken weer terug. Dan is Play op een geheime locatie, waar we als een van de eerste de Xbox 360 en de daarbij behorende vette games mochten uittesten. Natuurlijk zouden we al deze mooie beelden voor onszelf kunnen houden. Maar zo ingewezen zijn we niet. Daarom willen jullie graag laten meegenieten van al dit moois. Check de volgende aflevering dus zeker. Wil je in de tussentijd op de hoogte blijven van de hitste entertainment nieuws? Nou, ga dan naar onze website toe. www.play-tv.nl. Ook kan je daar al onze afleveringen downloaden. Oh ja, voor de fans die helemaal weg zijn van Play, heb ik groot nieuws. Er is een DVD uit. Met de eerste 4 afleveringen. Wil je hem bestellen? Kijk hoe. Staat op onze website. En sluit je niet af met het beeld van de volgende aflevering. Zie je de volgende keer weer, hè? Doei! Dit is Play, welkom op EA World!